Doe je mee met Lara en Max? Kom je spelen met Lara en Max? Wil je leren met Lara en Max? Lara en Max. Lara, wat wilde je vandaag over hebben? Nou, wij gaan vanavond spruitjes eten. En ik wil jullie laten zien hoe je dat moet doen. Hoe makkelijk dat het is eigenlijk, hè? Ja. Als eerste zie je dat kopje, dat is een beetje hard. Daar moet je wel heel erg mee uitkijken. Je snijdt het kopje eraf, die kan erin. En dan heb je allemaal blaadjes die er nog aan vastzitten. En die moeten er dan nog vanaf. En daarna stop je dit dan erin. En dan, dit hoeft alleen nog maar eventjes met water gewassen te worden. En dan kunnen ze gekookt worden. En wanneer weet je dat de spruitjes klaar zijn met koken? Als je met de vork erin kan prikken. Ja, als ze een beetje zacht worden. Hè? Mm-hmm. Dus dat verschilt een beetje. Ligt eraan hoe dik de spruitjes zijn, hoe lang ze moeten. Dus meestal prik ik even met een vork erin. Ja, en meestal. En de meeste mensen lusten geen, meeste kindjes lusten toch geen spruitjes of wel? De meeste niet, maar ik vind ze heerlijk. En dus soms dan koop je ze en dan hoef je dit niet meer te doen. Dat is ook handig. Ja, je kunt ook geschoonde spruitjes kopen. Die zijn al schoon. Max, wat was jij in de eten? Ik was iets lekkers aan het eten. Mango. Mango, hè? Ja. Lekker. Nou. Heerlijk. Was het dat wat je wilde vertellen over de spruitjes? Ja, over de spruitjes. Ik moet nu naar paardrijles. Dus, ja, dus het was een hele korte, Lara en Max. Ja. Tot, oh ja, mama is trouwens, de baby kan niet komen. Dus 37 weken. Yay. Tot de volgende. Lara.